Even tegen de heer Omtzigt. Oordeelkamer. Met... Nou ja, ik hoor net in de vorige antwoord van de minister dat C-support kan doorverwijzen. Maar het probleem van C-support is dat het natuurlijk niet kan doorverwijzen. Nee, voor C-support kan niet verwijzen, SEC, maar C-support heeft wel de mogelijkheid om te wijzen op het bestaan van professionals die kunnen helpen bij. Ja, en daar loopt dus een heleboel mensen vast. Want omdat ze niet kunnen doorverwijzen en krijgen wij dus veel signalen van... Wij kunnen hier niet geholpen worden, daar niet geholpen worden. Voorzitter, voordat we over de semantiek gaan. C-support is niet een instantie die patiënten kan verwijzen. Dat kunnen we ook niet inrichten. Daar zit een andere systematiek voor. De verwijzing moet komen van de huisarts. Wat C-support kan doen is bieden van kennis over netwerk en waar zitten mensen die kennis en ervaring hebben op post-COVID en op uw specifieke vraag. Maar de verwijzing moet komen van de huisarts. De andere vraag die eronder zat, maar die hebben we al geadresseerd, is of er dan ook daadwerkelijk plek is voor zo iemand als die verwijzing plaatsvond. Nou, daar hebben we het al over gehad. Motie 2. Ja, voorzitter, daar hebben we het over gehad, maar daar kom ik op een laatste moment even op terug, want ik heb echt wat andere signalen gekregen. Maar die gaan we dan maar checken. Motie 2. Ja.